Oh my god. Het is weer zover. Het is tijd om gewoon te gaan pushen naar Legend. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Laat zeker even een like achter als je wilt dat ik hier een soort van een miniserie van maak. Bij de 250 likes zal ik dat zeker even doen. En zo weet ik dat jullie dit leuk vinden. En dan ga ik misschien gewoon in het vervolg wat vaker gaan pushen. Maar ja, laten we nu gewoon meteen gaan beginnen aan deze video. Hallo allemaal, welkom terug bij deze nieuwe video. Mijn naam is Froske en vandaag ben ik hier op mijn main account vanzelfsprekend omdat we aan het pushen zijn, zoals ik in de intro al zei. En we gaan even beginnen met het begin. En dat is namelijk gewoon even troepen vragen, want dat is gewoon het belangrijkste. Want we willen straks natuurlijk gaan aanvallen. Maar zoals jullie kunnen zien ben ik aan het boosten en ik wou eigenlijk niet opnemen tijdens het boosten, want dan kan ik veel sneller en meer aanvallen doen. Maar toen gebeurde er een aanval die ik absoluut moest laten zien. En voordat die wegging, moest ik dat dus opnemen. Maar eerst en vooral dus, nu dat we toch bezig zijn met een video, ga ik gewoon eerst even laten zien welke aanval ik gebruik voorlopig om het te pushen. Dat is hier namelijk Lunion. En dat is deze hier dus. Kost 590.000, dus ook een perfect duister farmstrategie. En maar 260.000 elixir. Dus dat valt allemaal reuze mee. En we gaan even kijken dan. En ik zal proberen uit te leggen hoe dat je moet gebruiken. Maar misschien dat ik in de toekomst, als ik wat hoger zit, een andere soort strategie ga gebruiken. Maar oké. Zoals jullie kunnen zien, zitten we hier nu op 2 cups van ons record. Dus dat is natuurlijk ook een goed begin al. We zijn op weg naar Titan 1. En daar hebben we namelijk 4700 cups voor nodig. Dus nog minder dan 200 momenteel. En dan zijn we al Titan 1. Maar dit gaat niet snel, want je krijgt niet zoveel cups per aanval, tenzij je heel veel geluk hebt. Waarom denk je dat ik dit zeg? Omdat ik heel veel geluk heb gehad, namelijk deze man is legend. Dit is de allereerste, laat ik gewoon even pauze zetten. Dit is de allereerste keer ooit in Clash of Clans dat ik een legend tegenkom tijdens het zoeken van een aanval. Ik ben nog maar 1 keer in Titan 2 geweest. Dus zoals jullie weten, ik zit nu op bijna op mijn record. En ik ben denk ik in de zomer ook al Titan 2 geweest. Maar dan ben ik weer gezakt naar Titan 3 kampioen 1. Maar nu ben ik hier weer terug. En toen had ik dus geen legend tegengekomen, maar nu wel. En voor de mensen die dat dus niet weten, als je als Titan 2 bijvoorbeeld een kampioen 1 tegenkomt, dan ga je minder cups kunnen winnen, een soort van. Omdat deze persoon veel lager zit qua cups. Dus als er iemand die je tegenkomt veel lager zit dan jou, zul je minder cups verdienen als je wint en veel meer verliezen als je verliest. Maar als je iemand tegenkomt die veel hoger zit, dan ga je veel meer cups kunnen winnen en veel minder kunnen verliezen. En dat is hier dus het geval. Hier, ik zou 3 cups verliezen, moest ik deze aanval ook verliezen. En ik zou 54 cups winnen, moest ik hier deze aanval winnen. Dus we gaan gewoon even kijken naar deze aanval. Ik val hem aan max status level 11 op 2 levels van de Queen na. En zijn barbarenkoning was in de upgrade. Dus ik ga hierin Warden Ability geactiveerd. Dus ik heb mijn ballonnen in een soort rijtje gezet, zoals jullie kunnen zien. Ik zal proberen zo weinig mogelijk op pauze te zetten, mijn excuses. Maar ik had mijn ballonnen op een rijtje gezet, Warden erin. En meteen Ability geactiveerd om de eerste hits van die adelaarsartillerie uit te schakelen. En nu is die al weg, die adelaarsartillerie. Hier kan ik freeze gebruiken om de Inferno en de clantroepen even te freezen. En ik gooi er meteen ook even een poisonspreuk op. En hier, die draak is dan ook nog eens afgemaakt door minions die geraged werden. Dus hier, aanval ziet er super goed uit. Ballonnen hebben goed werk gedaan. En ik heb hier heel wat minions op het stadshuis, wat natuurlijk nice is. Maar hier, die ballonnen gaan neer. Dus deze X-bogen gaan mijn minions kunnen snipen. Dus uiteindelijk besluit ik hier een Hawkrider te gooien. En kijk hoeveel werk dat hij doet door deze, om deze X-boog af te leiden. En bam. Zo hebben we nu al gewoon de 2-ster. Dit is fantastisch. We hebben nu al de 2-ster. Ik zet hier mijn wizards in om hier zoveel mogelijk van dit elixir nog te kunnen pakken. We hebben hier nog... ik denk niet dat we krijgen hem net niet neer, wat natuurlijk best jammer is. Maar bon, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, want we hebben al een groot deel kunnen pakken. Ik zet hier 1 archer in en die laat ik gewoon even gaan. En ik ben uiteindelijk... Ik ga gewoon weer even op pauze zetten. Ik ben uiteindelijk van plan mijn queen hier neer te zetten. Maar ik laat mijn archer eerst uitschieten, want ik wil de aanval zo snel mogelijk beëindigen nadat mijn queen is ingezet geweest. Dus jullie gaan zo zien, zodra dat deze ding is neer is, zet ik mijn queen hier in. Om gewoon even deze tank te pakken. En nu kun je je afvragen waarom ik zelfs überhaupt voor deze pomp ging. Hoe meer procent je hebt, hoe meer plunderbonus je krijgt. En die in Titan is wel niet slecht. En zoals jullie kunnen zien heb ik hier 36 cups in 1 aanval.
Holy damn. We gaan nu even op zoek naar een aanval. Hopelijk, maar echt hopelijk verliezen we niet. En kunnen we ons record dus uitbreiden voor de eerste keer in een paar maanden. Dus dat zou super nice zijn. Maar zoals jullie kunnen zien, duurt het best wel lang om een aanval te vinden. Hoppakee, we hebben hier een base en wow, weer redelijk wat cups. We hebben echt wat geluk de laatste tijd. Langs waar ga ik hier proberen te gaan? Probeer ik via boven te gaan om het stadshuis meteen te pakken? Of ga ik via hieronder, zodat ik de adelaarsartillerie meteen kan neerhalen? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik dan toch via hier rechtsonder ga gaan. Ik kan hier een grote fout maken, maar ik ga toch gewoon proberen om het hier dus zo te doen. En we zetten dan ook natuurlijk meteen de warden bij. Zodra het kan. Hoppakee. Even een mooie rage spreuk en ballonnen hier erin. Warden heeft... Oké, okay, komen klemtroepen uit. Hoppakee, Warden Ability. Even freeze opgooien. En ook een rage. En alles erop en eraan. Ik had misschien de Inferno's mee moeten freezen. Maar ja, kan niet altijd goed gaan. Hopelijk kunnen we hier toch in de base geraken. Want dat is de bedoeling. Ik denk niet... Nee, dit ziet er niet zo goed uit qua stadshuis pakken. Het stadshuis gaan we hier waarschijnlijk net niet kunnen pakken. Misschien wel. Er is een gat in de muur. Dus met onze helden zouden we dat eventueel kunnen proberen te halen. Adelaars artillerie is neer. 50% is dus sowieso binnen. Dat is sowieso. Maar nu is de vraag, gaan we hier de 50% kunnen pakken? Ik zet hier even een paar minions bij. Die dingen moeten hier echt neer. De 50% zeg ik nou. Het stadshuis moeten we natuurlijk kunnen pakken. Wat doe ik? Hoe ga ik dit proberen te doen? Kunnen deze minions de queen uitschakelen? Dat zou fantastisch zijn. Ja hoor, queen is neer. Laat maar, dat neem ik terug. Ik zet mijn muurbrekers hierin. We zetten hier een wizard in. En waar gaan die op schieten? Oké. Okay. Oké, okay. Okay, we hebben de 50% al. Ah, die queen. Die queen mocht echt niet in range komen van die X-boog. Oké, okay, kom op, kom op. Oké, okay, dit halen we jammer genoeg niet meer. Tenzij we hier een wonder kunnen creëren. Maar ik denk van niet. We gaan nu gewoon even ability activeren. Kan de barbarenkoning het doen? Kan de barbarenkoning... Nee, die wordt echt helemaal kapot gemaakt. En het stadshuis heeft nog veel te veel levens. Ik denk dat we toch via boven hadden moeten gaan. Dit was een stomme fout. We krijgen alsnog 6 cups. Maar ik had gehoopt op wat meer. 12 cups had wat beter geweest. Maar oké. Okay. We hebben een nieuw record zoals jullie kunnen zien. We zijn dus goed begonnen alweer. En ja, nu heb ik nog een leuke replay die ik absoluut wil delen met jullie. En laten we gewoon nu even een kijkje gaan nemen. Oké, mensen. We gaan hier kijken naar deze replay. Dat is een stadshuis level 11. Maar hij heeft heel wat loot in zijn mijnen en pompen zitten. Dus zoals jullie kunnen zien hier weer ballonnen met minions en Warden. Warden hoort er altijd meteen bij. En de Adelaars artillerie heeft geschoten en... Voilà, meteen ability doen, zodat die eerste hits weinig damage doen. En vervolgens, ballonnen gaan allemaal mooi richting de rechterkant. Ik had gehoopt dat ze wat meer richting het midden gingen gaan, maar uiteindelijk hier gaan er nog genoeg richting het midden zelf. En kan ik daar nog een rage spreuk opgooien. En ik vries uiteindelijk de Adelaars artillerie, zodat de ballonnen nog lang genoeg in leven kunnen blijven. En uiteindelijk gooi ik hier ook een heal op deze ballonnen. In deze aanval ging ik dus niet voor de cups, maar ging ik voor de loot, want ja... Loot is natuurlijk ook altijd nog welkom. En dit wil ik echt niet laten liggen. Dus hier zet ik al mijn minions rond de base. Probeer ik zoveel mogelijk van deze mijnen, pompen en boren te pakken. Ook hierboven gaan mijn minions nog redelijk wat loot kunnen pakken. Wat natuurlijk super nice is. En we hebben hier nog redelijk wat dingen. Dus kijken waar ik allemaal nog loot kan pakken. Hier kan ik bijvoorbeeld een minion zetten zonder dat hij in range komt van de boogschut te storen. Maar die adelaarsartillerie is wel een probleem eigenlijk. Want zoals jullie kunnen zien... Die kiest individuele minions gewoon uit en maakt ze kapot. Dus, ik probeer hier gewoon mijn minions zoveel mogelijk te verspreiden. Ik wou kijken of ik hier aan het stadshuis kon geraken. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk niet heb gedaan. Want de tovenaren waren allemaal uiteindelijk dood. En ik denk dat ik dan uiteindelijk toch gewoon voor de loot wil gaan. Ik neem dat terug. Ik dacht dat ik voor de loot was gegaan. Maar ik ben uiteindelijk toch voor het stadshuis gegaan. Zoals jullie kunnen zien hier. Ik probeer dus het stadshuis te pakken. En dat doe ik met behulp van mijn queen en mijn barbarenkoning. Hopelijk kan mijn queen dus in range van het stadshuis komen. In tussentijd zet ik hier mijn hookrider in. Omdat ik hem eigenlijk niet meer nodig heb. En ik heb mijn minions hier allemaal hier ingezet. Voor deze goud nog te proberen te pakken. En
Oké, mensen, jullie zullen zien. Hier, Queen pakt nu dat duister. Die barbaren leiden momenteel nog de X-boog af. En ook nog de Andalas artillerie. Alleen de laatste hit was op mijn Queen. En hier, op dit moment meteen even de ability gebruiken. En we willen natuurlijk gewoon even dat Satsize hebben. Ook deze boogschutters hebben heel mooi de Adelaars artillerie afgeleid. En bam, Stadshuis hebben we. En ik beëindig hier gewoon de aanval. Heel wat loot en voornamelijk heel wat duister. We hebben namelijk 7000 duister kunnen pakken. 500.000 goud ook nog en 450.000 ongeveer elixir. We gaan even kijken hoeveel de plunderbonus is, want die willen jullie vast ook wel weten. 300.000 elk en 2000 duister. Dus we hebben eigenlijk 9000 duister van één aanval kunnen pakken. Maar oké, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Zo ja, laat zeker even een like achter. Bij de 250 likes maak ik hier een miniserie van. Hopelijk zouden jullie dat wel tof vinden. Laat me ook in de comments weten of jullie denken dat ik Legend ga halen. Ik ga het hele volgende seizoen proberen te pushen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ja, voor de rest kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram en op Twitter. En voor de rest zie ik jullie hopelijk gewoon weer terug bij de volgende video. Later, mensen.